Wat heb ik er zin in Nederland, Zweden. Super tof dat je kijkt naar Groene Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En ja, ik ga hem even lekker eten. Eerst even een beetje wakker worden. Ik heb net al iets gepakt om te drinken. Ga ik het ook even pakken. Zo, en dan ga ik even lekker even video editen en dan ga ik even langs mijn werk. Dus ga ik dat even doen. Een beetje opruimen. Ga ik ook even doen. En mijn haren doen. Ziet er niet uit. Zo, ik ben nu richting huis toe. Ik ben echt langs mijn werk geweest. En nu ben ik richting huis toe. Want ja, ik dacht ik ga even een stukje nemen bij mijn werk. En het was super leuk, dus een beetje geklets. Ook mijn arm gehad, dat vind ik wel logisch. Ik vond het een goed verhaal hoe het is gebeurd. Ik zeg sowieso, zo is het gebeurd. Dus voor mensen die niet weten, ga ik het nog een keer vertellen. Het zit zo, ik heb mijn voet bij het buis neergezet van die aan de stuur vast zit, aan de wiel vast zit. En daar heb ik mijn voeten neergezet. En toen reed ik ineens tegen een stoepje aan. En toen viel ik. Zo is het op die moment gebeurd. Dus ik ga nu weer richting huis toe. Het is nu een uur of vier. Een uur of twee ging heen. Dus ik heb bijna twee uur per uur daar zitten geweest. Was super gezellig in ieder geval. Maar ja, dit is ook een tijd komen en tijd vergaan. Dat ik een keer even richting huis ga. Dan ga ik nu weer richting huis toe. Want het zou op tijd naar huis gaan. Ga ik even lekker relaxen. Muziek luisteren. Klaarmaken van Nederland-Zweden als ik goed heb. Of Zweden-Nederland, één van twee. Maar ja, de dat. En dan ga ik nu maar richting huis toe. En lekker, chillen, rusten. Zo, ik ben benieuwd wat iedereen zei. Van de wedstrijd Nederland-Zweden. Ik heb op Instagram gezet jullie denken wie er ging winnen. Voor sommigen hebben die, ik weet niet of wie, voor mensen die aangesproken vonden, ja, ik heb ook laten weten. Dus, ik ga nu even de stemmen laten zien. 21 mensen zeggen dat Nederland naar de finale gaat en 9 zeggen niet. Dus, ja. En ik kan zelf verkiezen, maar ik ga voor de tijd even die namen niet noemen, maar het is wel bizar hoeveel mensen dat zeggen. En ik ga lekker muziek luisteren. Klaarmaken op oranje koorts, om zo te zeggen, noem ik het maar. En dan ga ik dat even lekker muziek luisteren. En ik heb er vast echt zin in. Ik ben benieuwd of ze doorgaan of niet, maar ik hoop van wel. Dus we gaan het zien. Als je Holland bent, voor Holland bent, als je Holland bent. We are the champions. We are the champions. So my for losers, 'cause we are the champions of the world. Wat heb ik er zin in Nederland, Zweden. Het is nou wel duidelijk Nederland, Zweden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik zeg 3-1 voor Nederland. We gaan zien of ik gelijk heb. Ik ben benieuwd. En we gaan het allemaal wel zien. En in ieder geval hopen dat Nederland de finale gaat halen. Tegen Verenigde Staten, dan moeten ze. Maar dat gaan we zien. Dus ik heb al een, want ik moet al pissen ervan. En dan gaan we even lekker harde muziek luisteren. Dus laten we dat even lekker doen. Even kijken. Da 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 da.
Nederland, Nederland, dit is de WK. Wat een wedstrijd zeg. Nederland 1-0 gewonnen, de winnend doelpunt is van Groeneren. Door naar de finale. Verenigde Staten, Nederland. Laat even weten in de reacties wie jij denkt wie de finale gaat winnen. Is Verenigde Staten of is het Nederland? Het is net afgelopen. Wat een wedstrijd. Zelfs sommigen zitten om tranen gewoon omdat ze in die finale zitten. En dit is ongelooflijk. Wat een wedstrijd. En voor de derde plek is Engeland tegen Zweden. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. De keeper helemaal in tranen. Shari, heet je wel goed? Wat een wedstrijd. Zeker, ontzettend knap dit. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Wat een wedstrijd zeg. Pol. Ik heb ook even beneden zitten kijken. En met de verlengings ben ik naar boven gegaan. Maar geweldige wedstrijd. Dus. Maar ja, ik ga denk ik nu lekker filmpje kijken. En dan zie ik voor de rest wel. In ieder geval nu lekker blij zijn dat Nederland er door is. En als het goed is, ligt kan jij hier? Nee. Dan op mijn bed. Ook niet. Of wel? Kanja. Oh ja, hij ligt daar. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ik niet. Maar ja, daar ligt hij dus. Echt, ik heb genoten van die wedstrijd. Ging alle kanten op. Zweden werd de laatste minuut. De tweede verlenging. Sterker, sterker, sterker. Kansen, de kans, kansen. Nederland niet meer. Maar ik denk ook, na die 1-0, toch Nederland. Hou maar. We gaan er gewoon de bal tegenhouden en verder gaan we niks doen. Maar zo dacht ik denk ik erover dan hoe ze hun dachten. Maar voor Groeneren, top gespeeld. Zo, ik heb lekker filmpjes aan het kijken. Ik ga nog lekker verder kijken. Maar ik ga vast even al lekker alles afsluiten. Oh, dit is hier. Dus, even deze licht aan. Deze licht. Al gaat het moeilijk met mijn één hand. Nou voel ik hem namelijk. Ah, zo, dat is ook weer klaar. Opgelost. Oh, alles doet pijn. Deur gaan moeilijk dicht doen, gaat moeilijk. Is wat redelijk te doen. Maar ik was even bezig met editen. En lekker filmpje kijken. Het heet Eigen Kweek. Best een interessante film. Serie is het eigenlijk. En ik zat lekker en ik kreeg ineens warm. Toen dacht ik, weet je, ik zet even een ventilator aan. Dus het is wel even lekker zo. En nu wil ik lekker relaxen, filmpje kijken. En nou is bij de afstemming wel gelukt. Alleen de afstemming doet een beetje vaag. Heel vaag. Dus, maar ja, ik ga lekker verder kijken. Want ik vind hem interessant. Het staat nu hier als titel. Wait this take. With the washing machine. Ik weet niet, want ik kreeg geen Engels. Dus. Maar ja, ik ga dat even lekker verder kijken. Dus laten we dat ook doen. Zo, wat ik nu ga doen is even lekker radio uitzetten. Want ik ga lekker een bedje in. En lekker slapen. Dus, en jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik heb een superleuke dag gehad. Spannende wedstrijd achter de rug gehad. Nu lekker slapen. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Ik zie nu even de tv uit en nu lekker slapen. Nogmaals, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zo tof zo'n optie hier beneden abonneert. En zeg ik vast veel kijkers in een goede nieuwe vlog. Om 1 uur en zeg ik hierbij later. Zo, wat een ongelooflijk spannende wedstrijd is dat zeg. Kanonnen. Eerst kwam Verenigde Staten 1-0 voor. Daarna 1-1 door Engeland. Daarna kwam Verenigde Staten weer met 2-1. Dus ik ben benieuwd wie de winnaar wordt.